dan een nokte. Ja jongens, Joël Beukers hier. Het is maandag. Week 1 van mijn challenge zit erop. Ik ben 6000 kilo afgevallen. Nou, ik ben ongeveer 15 kilo afgevallen in 1 week. Het gaat erg lekker, moet ik zeggen. Ik heb echt weer mijn sixpack terug. En het gaat hartstikke goed. Dat is wat iedereen verwacht, hè? Als ze gaan beginnen aan zo'n programma. Dat kan allemaal niet snel genoeg. Dus hou jezelf niet voor de gek. En ga gewoon voor goud. Stap voor stap. En breek die hele motherfucking tent af! Ga voor goud! Let's go! Kom op, John! Breek die motherfucking tent af! Hoe je lekker, ik zie jullie zo binnen. Nou, daar word je warm van, jongen, als je dit doet de hele dag. Doe je dit de hele dag dan? Oeh. Sommige mensen vragen dan zelfs. Ja, en wat doe je dan voor warming up? Want dit is de warming up. Joël Beukers hier, we zijn hier bij die deadlift. Even die spierspevels activeren, dus niet al mijn kracht weer verneuken. Ik doe telkens 1 of 2 reps, totdat ik mijn max heb bereikt. Net zoals met de bankdrukken. We zijn hier bij 200 kilo beland. Voor goud. Doe je lekker. In mijn negatieve energiebalans. Kijk, de eerste week voel je daar weinig van. Maar het is natuurlijk wel gewoon, hè, meteen van het begin van je training zit je gewoon op je max. Dat is gewoon een persoonlijke overwinning, waardoor je die hele fucking training vergroot gaat. De rest van die hele training. 170. We zijn hier bij set 2, de werkset 2. We hebben hier weer 170 kilo, ik houd hetzelfde gewicht. En gewoon voor reps, let's go. Beetje ram, beetje beuken, zo is het niet echt. Werkset 3, weer 170 kilo, ongeveer 2 minuten rust per set. Ik wil wel voldoende reps kunnen maken. En dit is ook wel erg zwaar hoor. Ik ben gelijk helemaal hyped in die hele training. Here we go, we gaan goud. Breek je tent af, doe je lekker. Gebroken, joh.
gebroken. Even op adem komen en dan gaat de training weer beginnen. Dus dat is de reden dat ik geen cardio doe. Als je dit hebt gedaan, dan lijkt het alsof je een marathon hebt gelopen. Zo, 100 kilo bend over row. Gewoon even een beetje beuken, kijken hoe het gaat. Dit zijn echte oefeningen, hè? Deadlift, bend over row, T-bar row. Jongen, hier verbrand je zo fucking veel calorieën mee in korte tijd. Niet normaal. Ik hou niet meer hier. Oh, toch wel. We gaan vooruit. We zitten bij de T-bar row. Ik pak hem met één hand vast. Hier. Zo. En dit is tegelijkertijd een fantastische core oefening. Trouwens, al die dingen zijn gruwelijke core oefeningen. Core, ja, ik train mijn core. We hebben het goud behaald. Groei lekker, tikkie groei maatje. Ga voor goud, laat een reactie achter. Yep.